kijken. Nee. Ga ik weer drukken. Jezus, begin ik helemaal vanaf de derde plek. Jezus. Ja, ik wil... Misschien wat anders records. Ja, verschrikkelijk. Nou, succes jongens. Succes. Oh, er zit een Ferrari voor. Oh nee, oh. Dit wordt het niet. Jongens. Kan goed. Nice. Wow. Ja, en ik krijg een penalty. Dit meen je niet. Oh, wat kut. Ik was eerst achterhand. Hier kan ik echt letterlijk niks aan doen, hè? In bocht. Ik was hier. Ik moet gewoon aan de shirt door een bocht gaan. Weer helemaal mijn auto kapot. Nee, dat is wel niet zo ziek. Nee. Of ik had het deftig race of terwijl doet een normaal. Ik heb ook een penalty alvast. Ja, maar zeg, ik moet weer heel diep iets, weer helemaal achteraan, geoefend, alles uit. Godverdomme. Ah, rustig aan. En dan vinden ze het nog grappig ook nog. Nee, niks rustig aan. Hij wel. Pak ik allemaal niet meer op. En ik vind deze 5 seconden die ik moet inleveren nu, hè? 5 fucking seconden! Wat denk je dan? Ja, niks! Iemand raakt me aan de zijkant. Maar hoe heet het? Die leef je op zo'n kutplek in. Ja. Ja. Want je staat 5 seconden stil, maar daarna het hele rechte stuk mis je alle snelheid ook, hè? Dus het is bijna 10 seconden. Ja. Ja, 10 denk ik niet, maar het zal niet heel veel schelen. Ferrari, nou, gaan we even een minuut lang in de pit staan. Ja, bezoek. Dan kan je wel nog even pissen. Pitstijden duren zo lang deze game, zeg. Jezus. Oh, was de stream rip? Yep. Weird. Delivery smash. Oh, joh. Oh, nee, man. Is dat Ghost? Ja, sorry. Yep. Maar, gelukkig wel. Als ik weer anders kon ik nou ook naar binnen. Ik ben weer hier net af. Wat is dat? Ik hoor wel de hele tijd Super Max. Nee, ik hoor gewoon de hele tijd de pitstopboys in mijn hoofd als ik jou zie. Smash. Ja, dat was wat vroeg geremd misschien. Ik zat er dicht achterop. Ja, ik mag ook in het ding. Ik zal het opjagen, ik zeg het wel. Jeet. Ik kan wel even. Oh, kut. Fuck. Blijf een mooi. Nee. Hé joh. Wat? Zo, ik schrok, hè? Fuck je dan. Vast het pad. Oh, jongen. Ja, dan, die penalties kloppen niet helemaal. Niet echt, hè? Ik had liever dat je die penalties in de pitstop kon inleveren, of aan het einde of zo. Ja. Oh, de basis GT Sport. Op een rem. Ja, zoals GT Sport, dat vond ik echt geen straf. Want gewoon als je een normale bocht nam, dan vond hij al dat je aan het afremmen was. Nee. Ja, dat weet ik niet. Nou ja. Nou... Maar daar had je ook 2 seconden. Smash, kom je aan 5 seconden. Dat je vangrail kan erop op deze die sneetje voelt. Ja, maar vangrail is eigenlijk dubbel straf. Te vangen heel straf aanstaan. Dat gaat het dicht op me, maar goed, ik mag ook niet binnen. Half uit dan. Oh, dit is afsnijden. Goed zo. Ja hoor, daar komt ie. Ja, ik deed afsnijden. Nou, ik geef een stil, dat is de oh, zo! Dat schrik ik gewoon, hè? Ja, ik denk lekker op mijn groep, hè? Vierde. Hey. Jeetje, wat duurt het? Hoe lang is het? Turf is lekker bezig hoor. 1, 4, 5. Oh. Ik heb nog geen enkele gelukt. Oh, man. En die man rijdt met controle, hè? Ja, dat is knap hoor. Ah, ik zet het. Hé, hey, maar doet nou Chief Rood mee hiermee? Ja. Ja, ik zit. Oh, middag. Ah, nee. Een pitstop van bijna een minuut. Ja, hij doet echt gigantisch lang. Kun je echt.
Mijn eerste ronde was 2 minuten 38. Dat is gewoon geen reet aan. Maar heeft iedereen last van, hè? Precies. Weet je? In ieder geval aan je bandenregio. Ja, we hebben damage setting dat damage blijft. Dus je moet echt terug naar het pit als je damage hebt. Ik krijg gewoon op... Ik krijg wel een paar rondjes op de knieën ook. Als ik nu in de achtervolging zit, is die 5 seconden zo kut geweest. Jezus, is het pas rondje 4? Met Dennis-bandjes. Ja, die is op start gezet. Op zacht gezet. Zacht? Ja. Wauw. Ja. Wow. Zeker. Ja, succes. Bandenmanagement, hè? Bandenmanagement. We gaan doen, man, in het spel. In dit spel is diep. Eén stopper, zeker. Oh, je wisselt eigenlijk gewoon nog een keer van zacht. Twee keer, ben je of verschillende moeten? Ja, dan ons laatste aan. Ga niet tegen me praten, jongen, ik zit in concentratie. Sorry! Ik wou het zeggen, zij zitten in een goed gevecht, hoor. Ik zit mee te kijken. Ah, joh, los mijn barrière. Tuf die rijdt op, denk ik, op 1 met zo'n platform. Ik ook. Ik op 2. Dan maakt hij de pitstop wel korter. Ja. Op 6. Ik kan hem net niet op het rechte stuk pakken, pitstop. Pak! Eigenlijk moet je op 1 rijden uitkomen bochten en op 2 op het rechte stuk. Ja, of maar ik denk te leuk hoor. Bochten 2. Misschien. En dan rechtstuk. Ja, uitkomen op de acceleratie heb je het meeste aan die power. Ja, als je al hard rijdt, dan wordt het niet zo erg voor meer. Maar hoe heet dat? Wat rijdt Dingus de Tuf dan? Medium of zo. Is partij aan het glijden? Ik hoop het ja. Want nou, hij is altijd aan het glijden, man. Ook als ik achter hem zit, zie ik hem alleen maar glijden. Ja, hij is echt aan het zwoegen. Maar dat komt denk ik door de controle, man. Mijn shots zijn nu wel bijna half punt. Gelijk goed. Nee, maar ik denk dat het door controle komt. Ik zie het altijd bij hem. Hij heeft echt enorm veel... Ja, hij is echt aan het vechten. Maar ik ga niet op de tussen dan. Maar des te knapper wel. Ja. Ja, inderdaad. Nog erger eigenlijk. Controle en glijden. Maar controle 30 rondjes vind ik al wel super knap. Ja, hij zit ook wel hoor. Ik kreeg al pijn aan mijn vingers. Hij gaat wel binnen. Dat is vroeg. Ik kreeg gisteren na 20 rondjes pijn aan mijn vingers. Dus ik ben heel benieuwd hoe ik het volgehouden. Ja.
Maar mij bij jou wel dat die rode band het op begint te geven, want het komt nu heel snel dichterbij. Ja, klopt. De acceleratie vooral. Ja, klopt ja. Uit de bocht. Op zich, in die eerste chicanes, dan ben ik er nog niet echt. Dat ik denk van, ik kan er bijna kwijt blijven. Grappig, dat heb ik om een of andere reden wel. Dat heb ik alleen als ik met Ferrari rijd. Ik heb het eigenlijk normaal nooit bij dit circuit. Ja, nu is het. Kut. Eén ronde te lang. Wat gebeurde er dan? Ja, ik voel nu wel glibberen. Mensen remmen echt hard in de eerste bocht. Maar ja, nu zit ik wel weer op 2.9. Ik zat op 2.7. Ja, net, ik had even een momentje. Dat was ook 3.3. Ja. Dan kom ik in het middenveld, dan ben ik bang. Ja, dat snap ik, ja. Nou, maar in het middenveld kunnen wij ook rijden. Ik hoorde net wat anders. Soft respect, hoor. Ik ga eindigen op soft, medium, soft. En dan hopelijk... Licht wow. Auto aan het einde. Dan heb je bij eeuwige respect als je dat lukt. Hey, ga ik nou derde? Ik ga het wel proberen. Jij doet een, wat doe jij? In één stoppen? Misschien. Ik moet even kijken. Ik weet zo niet op die medium. Qua benzine zit ik op 6. Lukt het wel. Dan zit ik op 12. Medium gaan. Ik rijd nu op mediums. Laat het zien. Ik ben benieuwd hoeveel ronde, hoe ver is jouw doorsteek nu dan? Ik denk, wacht even hoor, ik zit net in dat technische gedeelte. Ik denk nu 20%. Maar ik voel nog helemaal niks hoor. Ja. Ik vind het wel dik als je de pitstraat uitkomt dat je het ook echt in je banden voelt. Dat is niet... Ja, zeker. Niet helemaal op temperatuur. Ik zit nu achter twee, eigenlijk wil ik pushen, maar... Oh fuck, verkeerde versnelling. Had je minder achteruit? Ja. Dan heb je hem echt gedaan, Echt? Wat zeg je? Ja. En mijn eerste bedrijfsbusje heb ik dat gedaan. Gewoon per ongeluk in de achteruit? Nee, bij Citroën Jumpy zit de schakelpot wat hoger. Ja, Frans auto, daar ga je al. En dan zit de achteruit naast de 5. Je ligt aan de auto. Oké. Okay. Dus ik zat in zijn 4 en ik wou naar 5. Zet hem dus achteruit. Volgens de race. En ik zou zeggen dat er een beveiliging op moet zitten, maar... Per 6, dankjewel voor die follow. Ja, ik had dat zelf met de auto van mijn ouders. Zeg maar dat de... is lastig. Ja, het was... Letterlijk, ik zat op de snelweg ook. Maar de lesauto waar ik altijd in had gelest, zat achteruit ergens anders. Dus op een gegeven moment, ik zit in 5 en ik wil naar 6. Maar pa, nee, dan heb ik maar 5! Dus ik kon nog net goed fixen. Dat is mooi kloten. Nee, het is goed gekomen. Oh, maar ja, bij mij niet. Koppakking kapot, scheur in het motorblok. Stuk. Heb je eerste dag zeker? Nee. Derde jaar. Laat Nou, ik kreeg er wel een nieuwe busje. En ik voelde er al een jaar al. Ja, zo kan je ook krijgen. Dat is mijn baas ook echt van. Ja. Ruit. Weet je maar, ja, want jij wel een nieuwe, hè? Thank you.
Die nieuwe Subaru moet het rechterstuk wel echt wat in de kop zijn. Wat hè? Die nieuwe Subaru, zelfs in de slipstream is het gewoon moeilijk. Godsamme. Gele vlag. Ik rij op 6 hè. Maar die zal er eerst moeten hebben. Nee. Ik kan niet open. Ja, ik zo. Ja. Ze hebben het nu wel voor makkelijker gemaakt, toch? Met de nieuwe update. Werkt niks. Nee? Totaal niet, nee. Goed, je vat het wel eens makkelijk. Ik zie echt allemaal YouTube-video's. De nieuwe update ruined Gran Turismo! It's too easy! Jazeker. Ik ben wat te glijden, man. Ik zie Matthijs glijden, volgens mij. Zo, wat heeft hij weer soft onder liggen? Ik heb geen idee. Vlak achter ook in ieder geval. Mooie liften hier, is hoor. Zo! Alle kanten op, joh. Oh, deze moet je toch binnen nemen, deze bocht. Heb ik schade? Ja, die moet je inderdaad aan de binnenkant nemen. Gewoon recht aanremmen. De knik moet je gewoon helemaal recht nemen. Dan heb je hem wel stabiel. Niet te hard. Dan lig je beneden tegen die rots aan. Je zit er geen afvis achter mij? Het uitkomen van de pist? Nee. Maar dat was vorige keer toch? Ja, toen let ik niet op. Oh ja, het zei nog van ik kan ook die feature aanzetten. Dat je niet over de lijn mag. Ja. Nou, ik denk er nu wel aan sinds dat ik als gekke Corsa speel. Want dan krijg ik ook gelijk een penalty. Ja, terecht. Ja, 10 seconden. Ik heb een hele buitenste plaats, waarvoor? Ja, dat voelt wel. Het is de WRX, de metacar, ja? Ik heb hem echt puur genomen omdat hij echt op het wegdek was geplakt. Toch, ik heb geen idee. Ik heb hem genomen omdat hij puur op het wegdek bleef plakken, zeg maar. Ik vond dat zo gaaf in die Ford GT, die is zo snel, alleen hij is zo tricky om te rijden. Dat ja, dat durf ik niet, man. Ik denk dat het wel oprecht de mooiste groep 3 auto is die je kan krijgen. Ook de duurste. Is die ook de duurste, ja? Ja, is 1 miljoen. Gek, hè? Ja, GT3 is moderne. Ja. Ah, weet je, het is een miljoen of maar een tientje, hè? Het is maar hoe je het bekijkt. Wat is dat? Ja, goeie avond, Joris. Hoe is het met jou, man?
die Subaru kan echt zo snel door die eerste bocht hier. Dat is echt heel erg gelukt. Nou, daar hebben we niks nu aan, hè? Godverdomme. Kijk, we gaan je achterspiegel. Ja, maar ik niet. We mogen niet van de auto veranderen. Ja, precies. Moet iemand met de politieauto gewoon gaan rondrijden volgende keer? Politie livery. Ja, precies. Ja, stop hier maar. Stop maar. Ja. Gewoon de bel voor de garage. Ja, je knippen ligt niet aan, hè? Ga maar niet, maak ik wel. Oh, goed. Ja, hij is ook een beetje beschadigd. Hé, maar hij gebruikt wel zijn knippenlicht. Nee, ook niet. Oh. Sorry. Zijn we nog met 13? Ja? Ja. Nee, ik ben niet hier net. Ik kan het proberen. Nou, we check de afgelopen races maar. Ja, een beetje quitten. Het is best gelukt met die Ferrari wel, hè? Jezus. Hij moet daar fit, hij blijft ook naar niks. Ah, ik ook zo dat we rijden. Ja, kom. Ik weet niet wie het was, maar... Nee. Ja, maar voor mij heb ik geen concurrentie. Maakt niet uit. Ik ben een ramptoerist. Ja, bij de chicane. Ja, alvast. Ik kan niet jou niks. Met de muur. Niet waar, dat jullie dat toen 2 seconden pakken in 1 bocht. Ik zit rustig te remmen en zit aan de linkerkant. Ik kan niet alles in doorhouden. Ze zeg. Wat verdomme, weer al schade, alles erop en eraan. Wat verdomme. Ja, hoe dan? Ik heb ook nog 6 schade. Maar ik wil niet meer winnen. Ik heb de randstof en ik heb harde band. Dat is een redelijk volle grip. We hebben nog maar 3 plekjes beschikbaar. Gewoon max 16. Ja, hou dat nog eens. Van Samantha bij Zippy Zip. Volgens mij hebben we gewoon volgende keer een volle grip.
Oh, de chief! Wat gebeurt er? Ja, hij nam de bocht te strak. Oh, jongen. Kwijt. Ik voelde de hitte wel, hoor. Ja, ik dacht als ik nu een goede eerste zes detector heb, dan heb ik weer. Ja, terug. Heb je schade of... Nee, dat niet goed. Ja, ik wou zeggen, daar heb je wel mazzel, want je moest nog een heel rondje doen. Ja. Kan je nagaan, ik heb dat een keertje bij Le Mans gehad. Echt. De eerste is de bocht, vloog ik eraf. Heel de fuck is de circuit over. Niet met kapotte motor, hè? Oh. En? Wel derde geworden. Dat was echt niet normaal. Dat was echt niet normaal, die race. Ik denk dat mijn vetste race tot nu toe was. Zo hard in de inhaal race, gelijk al vanaf het begin. Ik stond 1 minuut 30 achter of zo. Ik moet niet aan iemand anders je racelijn voeren. Nou ja, die auto's verschillen van elkaar, hè. Dus sommige auto's zijn juist wat beter in het technische gedeelte. Dan kan je met zo'n langzame auto kan je dat niet bijbenen, hoor. Daar wordt geen rekening mee gehouden. Dus nu al elke race dat ik er wordt afgetikt, dat ik iedere keer direct in de pitch kan gaan staan. Ik kan nooit vooraan mee rijden. Ik stop er mis, hè. Ach jongen, hou eens op, joh. Nee, niks ophouden. Altijd een belachelijk gedoe, altijd. En iedereen op stijl. Maar als jij het de hele tijd bent, zou het misschien ook iets met jou te maken hebben? Ik denk het niet. Oké, nou, ik heb het niet gezien. Ja, drie gasten, lekker handig. Nou, oké, volgende keer geen volle grid dan. Nou, ook goed. Gewoon rem mee in rekening houden met een ander. Nee, dat gebeurt gewoon iedere keer niet. Dat was zelf ook bezig dat je geen tijd overhoudt. Toen ik naast jezelf. Hoe begot kun jij op één bocht 2 seconden pakken? Ik had er veel beter. 2 seconden. Ik zat op je bumper een keer of vijf. Eerst gewoon ze allemaal serieus dus, niet? Ik vraag je ook wel een beetje zelf. Ja, dat zou wel zijn. Ah, sportieve alvist. Top. Ja, jullie zoeken het ook allemaal wel zelfs in de zich. Ja, fijne avond, jongen. Ik oefenen en nu op voorhand. Tijd vrijmaken. Dat doen we allemaal. En dan worden iedere race de eerste bocht er al afgetikt iedere keer. Op Francochon, op dit, op dat. Ik hier toch ook? Welk? Ik hier toch ook? Ik? Och. Staat er op het spel eeuwige roem. Miri, of je houdt ook niet lang voor je? Nee, ik wou zeggen, ik begin ook al een beetje te glijden erop. Wat? Zo. Ja, dat is best snel gegaan. Pas op. Volgens mij zijn de harden sneller dan de Miri. Omdat je gewoon zoveel lang aan het doorgaan. Welke versnellen zijn? De harden. Oh. Ik ren nu maar die vind ik niet bij de start. Ja, nee man, ik dacht dat het derde was, ik ga ik ook snijden, maar dat was het maar zo. Ja, maar ik ga sowieso nog vliegen. Ik zit wel achter jullie, jongens. Zo komt een keer Rasti Perro. Het was 8 seconden. Oh fuck, ja, ik heb een penalty. Oké. Ook graag. Het leed van een ander gezicht van het hoor. Ja, dat begrijp ik. Je hebt het iemand horen zeggen inderdaad. Ja. Veel seconden. Voelt het een beetje als karma, toch? Ja.
Ik denk anderhalf. Oh. Ik heb de barrière geraakt. Geen schade. Jij hebt nog steeds geen penalty, Toos. Het lijkt mij dat je weggekomen bent. Ik wou het zeggen, ik denk dat het mazzel heb, ja. Dat is de host natuurlijk. Ja, zeker. Ja, dat bepaal ik, hè. Ga de hardste proberen. Eens mijn tweede plek. Maar je was op medium, toch, Dennis? Ja, soft, medium, maar die mediums gaan ook niet super lang. Want de soft moet ik kerst of 800 daarmee? Ik kan met die medium op een goed tempo, zeg maar, 10 rondjes hier. Daarna begint het wel iets trickier te worden. Ik heb het idee dat de soft langer meegaat. Maar dat zal tussendoor gezet, hè? Die durf ik niet eens, dus... Ik ga nu met de hards kijken. Ja, dat is voor mij eigenlijk altijd wel een vaste keuze, hoor. Jij hebt ook dan met naar die medium. Medium heb jij ook helemaal niet lang. De hard zit nou nooit echt de hele race door. Nee. Ik heb nu medium 7 ronden mee gereden. Ja, en je probeert hem 1 stoppen. Nee, dat gaat niet meer lukken, denk ik. Nee, zeg het, anders dan. Echt stenen onder de auto zitten. Nee, dat gaat niet meer lukken. Rondjes. Oh. Kan het een eindgevecht worden zo? Wellicht. Ook kom maar. Ja. Hou je de kant van de pit? Ja, blijf aan hangen. Oké, okay, zo kan het ook weer, jongens. Thanks, gozer. Ja. Oh, wat is top. Oh fuck, ik had deze steen aan. Oh, geen straat. Ah, ik moet helemaal verder, man. Ik deed net zo lekker in de flow. Die pitstops duren zo lang. Hey, maar is het spel zo realistisch dat hij nu ook zwaarder is? Ja. Nou, zo voelt hij wel altijd. Al is dat het in ieder geval. Nee, je gaat aanzienlijk sneller als je benzine bijna op is, hoor. Daarom is fuel safe wel handig, dat je gewoon weer gewoon moest of niet. Rij je langer met een vollere tank? Ja, maar hoeveel langer doet het? Het doet echt zo lang. Je gaat ook nog eens langzamer. Ja, het is wel beter voor het milieu. Ja. Die geven we je. Het zijn elektrisch, komt toch uit aan. Ja, het is ook een hele zieke baan, Brusje. Hij is echt heel top. Ik vind het ook wel vette baan, ja. Ik vond met oefenen echt een draak als een baan. Ja, maar als je eenmaal aan de flow zit... Ik vind nou in de race vind ik het tof. Ja, ik was bang dat ik stijf achteraan zou rijden op de tijd. Maar nog... 7 is ook nog niet best, maar... Ik wou het zeggen. Je hebt, iedereen die nu onder je staat voelt zich heel kut ineens door jou. Oh, sorry, sorry. Oh, tot de volgende al, oké. Ja, dan word je zo fucking. Jezus. Nou, dat vind ik niet normaal. Nee. Godver, ik moet pissen, jongen. Dit is echt heel kut. Dit is heel kut. Ja. Dit is echt heel kut. Nou, we gaan maar gewoon een stoeltje nemen. Ik laat het gewoon lopen, ik ga toch voor een nieuw stoeltje, dus Oh my god, wat kut. Even serieus, wij gaan gewoon even met z'n allen helemaal stilstaan. Oh, dat zou je doen, ja, dat is ook prima. Ja, het is gewoon een safety car. Ja, dit is wel safety car.
Ja, precies, soort safety car. Allemaal. Ja, doe gewoon een rode vlag, code rood. We moeten hier volgende keer gewoon een katheter aanleggen. Donation goal. Ja, daarom zitten al die twee streamers in een zwembadje, toch? Ja, godverdomme, jongen. Echt. Niet over water praten nu. Je mag lekker zwemmen. Echt, wie zei dat? In een beekje? Dat zei... Wie staat op mijn shitlist? Ik hoop dat dat degene was die het ging zwemmen morgen. Nee, ik ga morgen iets anders doen. Een bier zuipen waarschijnlijk, of niet? Lekker man. Ja, ik hoop van pils hoor. Ja, maar leuk van pils. Leuk van pils. Ja, ook veel water drinken tussendoor. Echt. Wat zijn jullie een akelige mensen zeg. Ja, ik snap het wel. Ach, groot gelijk inderdaad, ja. Ik heb 1 keer 1,56 gereden. Hoe krijg je dat nou voor elkaar? Ja. Is dat de livery? Smash heeft gewoon een hele snelle. Hij heeft gewoon een hele snelle livery. Hier verlies ik een seconde in het middendeel. Ten opzichte van de Denario. Dat is prima, joh. Nee. Ja, het laatste deel, daar liep ik net weer een seconde uit. Dus... Ja, de wet mocht je net heel goed, hè? Nog maar een keer wat je net deed. Oh, ja, maar hoe moet ik hem dan lezen? Iets langzamer. Dus. ik ga er mijn best doen. Wat neem ik deze kut de hele tijd, zeg? Ik zal ze maar even inzetten. Ja, oké, dan zet ik hem ook al op 3 of zo. Ja, met de bandjes zit het wel goed, Joris. Met de bandjes zit het wel goed. Geen seconde uit, dus dan loop je dadelijk weer in. Ah joh, ja. Ja, daar haal je maar in, zo meteen. Ja, zijn er ergere dingen op de wereld? Nee. Nou, door jou ingehaald worden staat wel hoog op de lijst hier, hoor. Eindje, hoor. Ga ik mijn fout maken. Goed zo. Ja, even jou een beetje helpen. Is het zo makkelijk? Nou, ik ben er nog langzaam in. Succes. Oeh, ja, dat wordt wel heel makkelijk. Ach, god. Gas bij. Ja, zo man. Ja, het gas is met jou hoog, dus we zijn er vanaf. Heb ik ook niet eens even gemaaid, vlak voor de baan? Nee, dat hoek je niet. Daar ben ik veel te lui voor. Als je daarop rekent, dan ben je al de shark, hoor.
Hey, dat middengedeelte, ik weet niet wat het is, maar ik krijg hem gewoon niet meer lekker daar. Nou, mijn clubs is minder. Ja, de eerste 10 rondes ging echt prima, maar zelfs met per setje banden. Ah, het zal misschien medium versus hard zijn ofzo. Heeft u mij gered? Ik denk bij mij dat mijn concentratie niet vast in de eerste helft. Bij mij ook, denk ik. Veel meer kleine foutjes en zo. Even een koffiepauze doen. Plaspauze? Ja, ik heb nooit meer. Weet je wel, jij. Moet echt heel nodig nu. Hey, die stem herken ik uit duizenden. Mijn fuel gaf ineens aan 0 webfuel mee. Niet wat je wil zien, misschien. Ah, dat is vast een bitch. Ja, hij staat nu wel op 10, dus. Die ligt aan. Ja. Allemaal. Met de pace van mij kan het iets beter, nog? Ja, het stond er redelijk dicht bij elkaar, moet ik zeggen. Ja, ja, zeker. En het is toch niet echt een hele makkelijke baan, hè? Nee. Hoor je hier wel echt de flow kan vinden? Bij sommige banen is het gewoon geen flow in of zo, lijkt het wel. Maar hier... Ja, Suzuka heb ik dat ook wel, hoor. Ja, Suzuka is het. Bij ben en dan plek de hele die S's op Suzuka, die kan ik gewoon echt niet. Fuck. Die vind ik dus juist weer heerlijk. Ja. Ik vind die Dragon Tail, die bij GT Sport, dat vind ik zo'n heerlijk circuit. Ja, die zit hier ook in. Ja, ja, maar die zat volgens mij voor het eerst in GT Sport. Oh ja, ja, zeker. Klopt, ja. Dat is echt een van mijn favoriete tracks uitgewerkt. Ja, hij kon mij ook wel bekoren. Ook omdat die chicane aan het eind, dat is gewoon zo'n tour die. Of je gaat daar heel veel tijd winnen, of je mag wel de pit. Ik zie dubbele chicane. Ja. Ik zie heel snel van die jongens zo. Ja, door die haven daar, zeg maar. Ja, precies. Elke keer in die eerste bocht is 16, zet de rijk naar coast toe en vervolgens dan rechte stukken en zo, denk ik, gewoon kwijt. Ja, ik heb een hoge topsnelheid, maar de bochten, dat is echt verschrikkelijk. Jezus Christus. Wat een massive onderstuur. Dit klinkt als muziek, man. Ja. Ga door. Ga door. Klasse. Water. Ja, ik snap ze. Echt oprecht niet waar het aan ligt, want mijn banden, nou, ik heb er denk ik 3% van afgereden. De foto is op de. Hij zit wel in Discord, maar niet in de voice chat. Ik wil wel kijken of hij al een beetje spanning heeft. Hoeveel is het verschil? Diepe 2 nog wel, net 8. Oeh. En de banden die zijn nog perfect, harde band. Dan beleeft hij een herhaling van Catalonia. Hij kan volle bak inrijden. Of niet meer zuinig te rijden. Ik weet niet wie er nu recht stuk op gaat. Ik ben ik. Please go out of the way. Ik had niet gaan. Ik heb het.
ik had mijn microfoon. 3.3. Oh. Ja, ik had er een massive moment ook weer. Keep on going. Oh, maar jij ook? Ja, beetje te laat gewend. Chief. Geen idee of deze bocht nou shit neemt. Nee, ik denk niet. Hij zegt best van niks. Ja, je komt wel dichterbij, maar nee, ik zit is wel speelt. Ja, dat is waar. En dit vind ik echt zo'n schijtbocht. Echt snel, man. Kerel, hoe makkelijk jouw auto door die eerste paar bocht gaat, dat is echt insane. Gewoon effortless. Gewoon insturen en hij blijft gewoon plakken. Ik kom van de grond en alles. Want jij moet nog wel pitten. Nee hoor. Nee. Ik voel het. Ik voel het allemaal later. We staan in ronde 6, dus zit het hoor. Wat een boek! Ja, wat boemer. Ja, bel eens op volgende staat aan. Bocht naar het stuk nemen dan? Buiten. Ik doe altijd buiten binnen. Ik ga gewoon links. Nee, maar kan je beter wat hoger rijden in die bocht? Het is een soort kombocht, toch? Welke? Die na het rechte stuk, zeg maar. Ik zit best wel heel erg in het midden gewoon. Oh, ja. Dan ga ik dat ook kidden. Is geen succes. Pak niet, hè. Oké, het is wel succes, maar ik loop uit. Ja, goed, dank je wel. Je loopt echt zo hard in het rechte stuk. Haal je bek, man, kijk wat er hier gebeurt. Ja, daar gaat hij weer. Gewoon, jij kan letterlijk van links naar rechts gaan ook gewoon. Ik niet, het is gewoon... Oké, we gaan rechts en bidden! Maar het is wel mooi dat ze op het hele rondje zijn, ze wel redelijk cool. Welke kant ga je zitten? Ja, zeker. Het is gewoon... Dit circuit heb je gewoon... voordeel denk ik wel. Ik ga rechts, bij Bedekal Mico. Maar bij andere circuits valt het toch weer anders uit. Ja. Ik blijf op de... En je rijdt ook op de hard, toch? Neem ik aan. Voor de bocht, waar ben jij? Thank you.
volgende stukje, weg. Het wordt weer tijd voor een fout voor jou daarna. Ik kom weer te dichtbij. Thank you. Want ik kan niet harder. Ze zijn wel al 5 seconden ingelopen te ver. Ik zit daar helemaal niet naar te kijken, Bik. Ja, maar ik durf het aan het vragen van mijn neus. Ik ben al gelet, maar ik moet wel wat in. Ik heb wel zin in Better Call Saul vanavond ook, hoor. Ga je hem ook kijken vanavond? Ik heb hem al gezien. Ah, ik stond net in die steen. Is hij net zo goed als de eerste twee? Ja. Nou, ja, ik wil niet te veel verklappen. Nee, doe maar niet. Het is er wel één die je blijft erin willen zitten. Oh, goed. Hoe ver zit je van schoen dan? 11. Oh, nou, dan ga je niet meer redden. Nee. Ja, je weet nooit, 1 muurtje. Ja, daar reken ik bij jou een beetje op. Ja, hoe weet. Ik zit wel erg goed bij. Yep. Het was weaving on the straight, hè? Serieus? Ja, ik voelde het hoor. Een seconde op te pakken. Ja, dat is toch insane? Volgens mij hoef je ook niet terug te schakelen hierbij voordat je die tunnel in gaat. Ik moet daar echt heftig terug nog naar 4. Oh, serieus? Nee, dat is gewoon vol gas. Ik ja, no way. Remmen heel licht, dan ga ik naar 5. En dan gewoon vol gas. Ja, daarom, dat kan bij mij helemaal niet. Ik heb hetzelfde koos. Het voelt echt als een soort van achtbaan of zo, dat is wel heel nice. Ja, zeker weten. Maar kom wel steeds dichterbij! Ja, ik maak het geen foto's. Ik schakel me ook wel terug op het rechte stukje los. Ja, doe het nog makker. Dat lijkt goed te werken. Foutjes. Ik wist dat je daar elke keer heel vroeg remde, dus ik had zoiets van, ik zet hem ernaast. Ja, ik vind het groot, want ik rijd het profiel maar open, maar ik vind eigenlijk die penalty is wel erg, dat is niet veel. Sorry man. Ja, dat gebeurt de hele tijd, vorige week ook. Maar ik vind het zo met die radar open te rijden, dat je gewoon kan zien waar iedereen zit. Maar hier moet ik echt terugschakelen man. Oh nee, dit is gewoon allemaal volgaand. Ik laat je gewoon er voorbij hoor, want die 3 seconden, dat helpt ook niet. Hier pak ik een seconde, Denario. Ja, ik ging naar de bal toe. Oh, dat is goed. Top! We zijn lekker bezig, Denario. Volhouden. Ja, ik vind het wel heel zuur hoor. Ik moet een time penalty inleveren in de laatste fucking ronde. Ik sta nu derde. Jullie hebben het laatste ronde.
Waarom kreeg je die eigenlijk? Was dat echt dat je mij raakte? Ja, jij stuurt zeg maar in. En dan raak ik jou in de zijkant. Waardoor die denkt dat ik jou aan de T-bonen ben. Wat niet zo is, maar... Nee, dat was net. Dat had ik vorige keer ook. Oh nee, dat was met die Ferrari special. Toen iemand verloor de macht over het stuur. En die auto gaat links, rechts, links, rechts. En ja, raakt mij. Ik kreeg de penalty. Ja, dat was mijn auto toen toch. Ja. Maar dit was een soort gelijkgeval, zeg maar. Kijk, en nu moet ik hem inleveren. Dit is zo kut, jongen. Godverdomme. Ja, ik vind het ook zo net, want het is geen 3 seconden penalty. Want je verliest zoveel meer dan 3 seconden. Ja, ook dat nog niet. Ja, dat was weer. Ja, dat is jammer. Het was een mooi gevecht. Ja. We zitten overigens op 6 van TUF, dus we hebben ook nog een hele wat. Ja, maar die TUF kan helemaal niks van jou. Ik kan toch niks terug zeggen. Ja, wel 2 controlespelers op het podium. Ja, dat. 2? Jij ook? Ja, ik heb ook een controle. Oh, wauw. En zonder traction control. Jezus. Dat durf ik hier niet aan. Ik vind het heel raar, want ik heb dus shift op L1 en R1 gezet als een soort van die flippers hebt. En dat rijdt echt super chill. Ik snap niet waarom shift is standaard op kruis en vierkantjes. Oeps. Nee, dat klinkt goed. Ah, hij is stuk. Koop je in-game auto en niet je stuur? Nee, mijn stuur die gaan ze fixen, hè? Overkijk, ja? Krijg ik nieuw. Nou, kijk, dat bedoel ik. Het is wel goed nieuws. Ah, ik baal je zo hard van, jongen. Ja, ik rijd dan nog met een tot overweg. Heel flex, het kraakt, het doet. Shit, die is ook lekker bezig. Ik ga gelijk even pissen. Nog maar 3 ronden in de tank. Nee. Ik heb 0.8. Bam! 0.2. Daar houdt wel iets van nog. Er is ook nog een regel, hè, jongens. Er moet nu al nog 1 ronde brandstof in. Ja, zeker, zeker. Kijk. Ah, spannend.